Het is Levchenko die de penalty neemt en hem feilloos inschiet. 21ste minuut. Afgelopen zaterdag mocht hij ook aanleggen van 11 meter. Toen tegen Willem II. Toen ging de bal feilloos in het doel. Links van de keeper. Hard en geplaatst. En nu kiest hij voor de andere hoek. Is Borrell dichtbij, maar zit hij wel. Is het 2-1. En is Vitesse weer helemaal terug.